Yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en het is een Joint Politics. Dus ik geef het woord aan Anaïs. Goedemiddag. We zijn hier in de studio met Okke Ornstein en met Marco Ruitenberg. Okke is een befaamd journalist, u allemaal wel bekend neem ik aan. En Marco Ruitenberg die is voor GroenLinks in Lansingerland de... Zeg mij even, de leider van de gemeenteraad. Ja, fractievoorzitter in de gemeente van Lansingerland. Een stad, gemeente inmiddels van 62.000 inwoners. Tussen Rotterdam en Zoetermeer ingeklemd. Dorpse charme binnen een grote stadsgemeenschap. Mooi zo. En Okke, ik ga met jou even... Goedemiddag. Goedemiddag. Even wat doornemen. Moeten we dukken vandaag? Nou, ik zal je vertellen, dat heeft met Duk niet zoveel te maken. Maar ik heb wel even zo'n sticker op mijn brievenbus gedaan. Van nee tegen reclamedrukwerk, maar ook nee tegen pijpbommen. Want er zijn natuurlijk wel meer vervelende tradities de Atlantische plas overgewaaid. En ik denk, we moeten het zekere maar voor het onzekere nemen. En denk je dat de post zich daaraan houdt? Of dat ik, misschien ik hoop het maar, de messenger is? Ik hoop het maar. Maar nee, even zonder dolle. Weet je, in die hele discussie omtrent Wierduk en omtrent jou, heb ik één ding gemist. Wierduk werd overal door de Telegraaf als journalist afgeschilderd. Ja. Terwijl, ik ken jouw hele status van dienst. En ik heb eigenlijk heel weinig maar vernomen dat iemand het daarover gehad heeft. Dat jij journalist bent, dat je in Panama gezeten hebt. Ja, kijk, nou ja, daar hebben ze het bij Wierd natuurlijk ook niet zo vaak over. Want die heeft op zich best wel een staat van dienst. Hij heeft in Rusland gezeten. Hij heeft in Duitsland gezeten. Beide landen correspondent geweest. Hij heeft de oorlog in Tsjetsjenië verslagen. Zo goed en zo kwaad als dat ging. Dus ik bedoel, het is niet dat hij niks kan of zo. Alleen, ik weet niet precies waar het is misgegaan. Maar het is nou een beetje een... Ja, ik noem het af en toe een beetje een operettefiguur, vind ik het. Het is iemand die zich enorm lawaai maakt en zich aanstelt. En ook voortdurend maar roept dat hij bedreigd wordt. En alsof het gevaar aan alle kanten loert. En dan blijkt er eigenlijk, als je een beetje beter kijkt, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dus... Komt het misschien omdat hij op die manier zichzelf een beetje in de picture zet? Ja, dat denk ik wel. Tanan de Roem. Het is in ieder geval het resultaat van wat hij doet. Is dat hij dus voortdurend overal maar zit te vertellen hoe hij belaagd wordt door krachten. Waar ik er dan één van ben, maar ook Erik van Muiswinkel. En hij heeft een hele rij van mensen die hem dan zogenaamd bedreigen. En wat er een beetje treurig aan is, is dat, kijk, je hebt best journalisten, en dat maakt me ook wel boos. Je hebt journalisten die worden echt bedreigd in Nederland. Ja. En die worden bewaakt. En er is een misdaadjournalist van Parool. Die heeft de hele tijd ondergedoken gezeten. Echt omdat die hele ernstige bedreigingen. En de politie ook zei van ja, je moet even uit de picture blijven nu. En dus als er dan zo'n charlatan komt. Als die Wierduk die dan ook gaat roepen van oh, het is allemaal zo erg. En ik word zo verschrikkelijk bedreigd. Dan... Dat is in feite een soort schop naar die mensen toe die echt bedreigd worden. Of die echt in de problemen zitten. Weet je, ik heb zelf gevangen gezeten, maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Maar ook hier in Nederland wordt het steeds moeilijker. Je liefde geen reist meer. Nee. Dat was heel erg belangrijk. Maar je hoort ook, er is een heel rapport verschenen met verhalen van cameramensen die bepaalde gebieden niet meer in durven of niet meer bij demonstraties willen filmen. Of waar dan bewaking bij moet. Dan denk ik van ja, dat is wel ernstig. En daar neemt hij dan een beetje een loopje mee. Als hij zich zo loopt aan te stellen over een paar tweets die hij niet leuk vindt. Want hij wordt helemaal niet bedreigd. Dus nee, hij profileert zich zo, maar het is niet echt. Ja. Nou, hoe heet dat? Een voorbeeld van een eerdere gast is Kevin P. Robertson. Die ook bedreigd werd en gewoon aangevallen is op verschillende demonstraties. Dat is dan eigenlijk de voorbeelden die jij noemt. Ja. Nou ja, kijk, Kevin, dat is weer een heel ander geval. Maar als je bijvoorbeeld die beelden zag die hij gemaakt heeft tijdens die wegblokkade van die zogenaamde blokkeervriezen. Dan zie je dat die Kevin Robertson daar ook echt wordt belaagd door die vriezen. En dat hij niet degene is die daarmee begint. Klopt.
En dat werd door de rechtbank, of in ieder geval door de officieren van justitie, werd dat ook heel nadrukkelijk zo ingebracht tijdens die rechtszaak van die blokkeerder. Wij hebben 2 dagen bijgezeten. Ik heb Wierd Duk daar om te beginnen helemaal niet gezien. En hij was wel bij de rechtszaak, maar daar kwam hij gewoon vrolijk in een bus met die blokkeervriezen samen aanzetten. Alsof hij erbij hoorde. En daar werd hij echt niet bedreigd, hoor. Die liep daar als de gebralen haan van de ene camera naar de andere om interviews te geven. Hij nam alle eer. Ja, alsof het allemaal om hem ging. Ja. Jongen. Maar goed, in ieder geval, we gaan het nu hebben over fascisme. Maar ik vond het toch wel even interessant om dit nu eens even zo te horen. Er is natuurlijk ook wel een soort verband tussen. Want het soort discours wat Duk gangbaar maakt in Nederland is... ik wil niet zeggen dat het meteen fascistisch is, maar als je figuren als de jongetjes van Erkenbrand en zo, als je dat toch vrij kritiekloos een podium geeft in je krant, dan verschuif je wel dat soort debat op een manier waarop het toelaatbaar wordt dat er allerlei rassentheorieën en weet ik wat gewoon in de mainstream terechtkomen. Kijk, ik heb natuurlijk zelf ook al een paar keer daarin geroepen dat ik vind Wierd Duk... Ooit had ik heel veel respect voor hem en was het echt een beroemde, prijswinnend journalist. Maar zoals ik al vaker heb aangegeven, hij is ook in mijn ogen afgegleden tot een soort propagandist. Elk verhaal dat hij maakt, elk mediaoptreden dat hij heeft, ook op tv, ook op de radio, het is altijd ingestoken vanuit één manier. De islam is slecht, de multiculturele samenleving is mislukt. We worden bedreigd als Nederland in onze normen en waarden. Onze tradities worden te grap gegooid. We hebben cultuurmarxisten en allemaal. Het verrast niet meer. En ik vind dat je dat als journalist, dat je dat niet als onafhankelijke journalist niet kan maken. Je moet proberen om beide kanten van een verhaal te belichten. En wat hij doet, is propagandisme. Zou hij nou een columnist zijn? Ja, dat moet schuren en dat moet prikkelen. En daar vind ik andere normen voor. Maar in redactionele stukken, zoals hij dat aanvoert... Ja, ik denk dat hij de term journalist inmiddels niet meer waardig is. En gewoon propagandist is geworden. Ja, ik weet niet. Kijk... Ik vind dat je als journalist best een mening mag hebben. En dat je dat ook mag merken in de stukken die je schrijft. Maar het wordt propaganda op het moment dat je dingen vertelt... die verder weinig relatie hebben met feiten. Dus die je verder helemaal niet onderbouwt. En dat is wat Wierd Duk heel veel doet. En je kan best laten zien waar je zelf staat... maar dat betekent niet dat je geen kritische vragen meer moet stellen. En dat doet hij gewoon dus niet. Stelselmatig niet bij al die rechtse figuren die hij tentonelen voert. Is het ook niet zo dat ze een klein beetje de realiteit uit het zicht verloren zijn? Want ze hebben hun eigen mening en die telt. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, daar lopen ze omheen met een bocht. Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Ja, ik denk ook in zijn geval dat het een soort van verdienmodel is... We weten allemaal dat journalistiek dat het onder druk staat qua verdiensten. Heel veel journalisten zijn ZZP'ers en die verdienen gewoon een stuk weinig. Als jij je dan op bepaalde mate relevant maakt door dit soort dingen op te zoeken... Ja, dan, zoals ook al terecht zei, als de gebraden haan loop je dan rond... en komen alle mensen komen op je af. Dus ik denk dat het ook wel verdienmodel is. En daarin past niet meer dat je nuance opzoekt. Tuurlijk, iedereen mag een eigen mening hebben. Graag zelfs. Ik heb ook helemaal niks tegen... de persoon Wierd Duk of tegen Siep Wienia of noem ze allemaal maar op. Maar het gaat erom dat het altijd maar van één en dezelfde context is. Het zou me heel erg verrassen als er een keer een verhaal gemaakt werd... waarin hij gesproken heeft met leden van de Socialistische Partij bijvoorbeeld... of een keertje met Kick-Out Zwarte Piet het gesprek aan is gegaan. Dat je daar die verhalen van hoort, ik zou dat toejuichen... als hij dat soort verhalen zou maken. Maar het gebeurt niet. Ja, het is... Je krijgt daardoor ook een soort... Ik weet nog heel goed dat toen ik buiten Nederland woonde... dan volgde ik het nieuws wel zo'n beetje op afstand en Twitter en de media. En dat is natuurlijk alsmaar meer geworden dat elkaar kruisbestuift, zeg maar. En dan dacht ik daar in Panama altijd dat er in Nederland... Dat de oorlog echt op het punt van uitbreken stond. Dat het niet meer, dat de situatie onhoudbaar was geworden. Of wat je las. Ja, en ik weet nog heel goed dat... Amsterdam Nieuw-West, dat werd dan op een gegeven moment Amsterdam-Gaza genoemd. Oh god, ja. En ik geloof dat geen stijl daarmee begonnen is. En toen kwam ik hier en toen ben ik met mijn dochter, zei ik van ik wil het nu zien. Ik wil wel weten wat er allemaal aan de hand is daar. Dus wij op de scooter. Om toch een beetje aan te passen aan de scooter met z'n tweeën naar Amsterdam-Gaza.
Nou, terrassen met mensen, gewoon bloembakken aan de lantaarnpalen, boodschappen doen. Niks aan de hand. Nee. Dus die werkelijkheid op straat, die heeft maar heel erg weinig te maken met, en op maar heel weinig plekken ook, met wat je in de kranten als de Telegraaf of het AD vaak ook leest van journalisten als Wierduk of Sidwinia, wat jij ook zegt. Maar daar wil ik even over vragen. Is dan ook niet zo dat het eigenlijk geen journalisten meer zijn? Want een journalist hoort onderzoek te doen. En als hun geen onderzoek doen, maar zelf dingen de wereld inbrengen, in hoeverre ben je dan nog een journalist? Waar is de waarheidsbevinding gebleven? Nou ja, of je nou journalist bent of niet, dat vind ik altijd zo'n beetje. Dat is, maar het zijn geen goede journalisten. Laten we het daar maar bij houden. Dat is, je verstaat je vak niet als je niet kijkt naar wat er nog meer aan de hand is dan wat jij zelf al geloofde. Mm-hmm. Kijk, je kan best naar een verhaal gaan onderzoeken met al een idee in je hoofd over hoe het zit. Dat meestal werkt dat zo. Anders dan, waarom ga je het anders onderzoeken? Maar je moet dan wel bereid zijn om ook te zien als het, ja, wat ik dacht, dat klopt eigenlijk niet. En dat hoor je als journalist vaak mee te maken, want anders doe je je werk niet goed. Nou. Ja. Goed. En het is inderdaad een bepaalde manier, ook in Rotterdam, waar dan mensen zeiden, omdat Leefbaar Rotterdam niet mee ging doen in het stadsbestuur, dat de burgeroorlog zou uitbreken in Rotterdam. Nou, mijn vader woont nog steeds in Rotterdam-Zuid. Mijn broer woont in Ommoord. Ik heb nog geen gewapende tanks door de straten zien rijden. Ik heb geen guerilla-bewegingen gezien. Het speelt helemaal niet. Rotterdam is nou een voorbeeld van een stad waar juist die diverse maatschappij wel tot een succes kan worden. En dat een Joost Eerdman zich daar verbindt met al zijn hebben en houden aan een partij als Forum voor Democratie. Daarmee ook het recht ontzegt van bepaalde mensen om daar winkels te beginnen. Want die zouden niet passen in het Rotterdamse of het Nederlandse staatsbeeld. Belachelijk. Het is belachelijk. Het is echt van de zotte. Maar hier ook hoor. Amsterdam, Oost, Afwest. Dat zijn heel normale plekken waar je heel goed kan gaan en boodschappen kan doen. Nee, maar als ik één ding wil koppelen. Wat ik wel altijd grappig vind van dit soort mensen. Die dan roepen van ja, ons straatbeeld en dergelijke. Dat zijn precies de types die gewoon als ze geen zin hebben om te koken een kapsalon gaan halen. Of gewoon een broodje dunne kebab. Dan denk ik, aan de ene kant wil je het wegjagen en aan de andere kant ga je zelf, als je geen zin hebt om te koken, ga je het halen. Ja, ja. En laten we even realistisch zijn, hoe Nederlands is McDonald's en Starbucks en Kentucky Fried Chicken en Hudson. Onze aardappel. Hudson, hoe Nederlands is de aardappel? En, ja. Blokker is onderhand niet eens meer Nederlands. Nou ja, ik werk af en toe. Want er wordt al heel veel geroepen dat de multiculturele samenleving, dat is al mislukt en dat moeten we allemaal niet meer willen en dat is een ramp. En ik werk af en toe, klus ik bij, want zoals jij al zei net, de journalistiek daar is niet zoveel meer in te verdienen. Als freelancer tenminste. Of je moet bij Telegraaf gaan. Maar het is vooral heel erg leuk om te doen als taalassessor, als examinator bij het mbo hier in Amsterdam. En dat is om allerlei redenen heel leuk. En één daarvan is dat die school, die mbo-scholen hier, dat is, als je nou de multiculturele samenleving aan het werk wil zien, moet je naar zo'n school gaan. Ja. En dat is allemaal al in een stadium, dat heeft zich doorontwikkeld. Het was ook voor mij een verrassing toen het daar kwam. Waarop het helemaal normaal is dat de een meisje uit Latijns-Amerika met ontblote navel loopt, met een ander meisje wat met een hoofddoek en allerlei sluiertoestanden door het leven gaat. En daar kijkt niemand van op of om. Dat is gewoon allemaal volkomen normaal. Mm-hmm. En al die culturele achtergronden en mensen die dit niet eten of dat wel eten of dit niet doen of dat wel doen, of een keer een dag er niet zijn omdat er een Turkse bruiloft gevierd moet worden of weet ik veel wat. Dat is allemaal gewoon. En dat kan dus wel gewoon. Ja, ja, maar dan zie je, het kan wel, maar in de pers. Is er dus een heel luidruchtige groep mensen, niet eens zo heel erg groot, denk ik, die zegt dat niet kan, omdat ze er bang voor zijn. En daarom is het wel storend dat onze minister van Buitenlandse Zaken doodleuk roept van dat het niet in de genen zit van de mensen om met anderen om te gaan. Ja. En dat de multiculturele samenleving, dat die mislukt zijn. Als je naar buiten kijkt hier in Nederland, in de grote steden vooral, het is een bewijs dat een multiculturele samenleving kan werken. Dat die gewoon werkt. Nederland is het bewijs. Canada is een bewijs dat een multiculturele samenleving werkt. Als er nou één kabinet in de westerse wereld zo divers is als maar mogelijk is, is het in Canada. In Ethiopië, daar is nu besloten dat het nieuwe kabinet voor de helft uit vrouwen bestaat. Ja. Diversiteit is niet alleen culturen, maar is ook man-vrouw relaties. Heel veel meer plekken in de wereld zie je dat het juist wel werkt.
De voorbeelden zijn erover. En dat een minister Blok dan het tegenovergestelde roept. Ja, het doet gewoon ontzettend pijn voor al die mensen die werken. Keihard werken aan die multiculturele samenleving. Dus. Het is ook een beetje, kijk, dat je dat dan zegt terwijl je in een kabinet zit wat bijna helemaal wit is. En waar nog nooit een vrouw aan het hoofd van heeft gestaan. Nee. En ik bedoel, ik heb in een land gewoond. Daar hadden we de eerste vrouwelijke presidenten al. Nou, het woord moest hier nog uitgevonden worden, geloof ik. En in Chili ook al. En in zoveel andere landen. Argentinië had ook een vrouwelijke presidente. Christina. Ja, dus er zijn een heleboel landen die eigenlijk al ver op ons vooruit lopen. Ja. En dan past het denk ik ook niet. Dan vraag ik me ook af, waar kom je dan in godsnaam vandaan als je het zo hoog van de toren blaast over hoe dat dan niet kan. Terwijl het overal om je heen het bewijs typisch is dat het wel het Nederlandse kan. Vingertje. Wij zitten in een kikkerlandje. Ja, er bestaat een Chinees gezegde, dat is je moet een kikker in een put niet over oceanen laten spreken. En nee. Ik denk dat dit wel het geval is. Maar goed, ik ga even naar het fascisme. Hoe durf je? Alhoewel we er onderhand wel mee bezig ook zijn. Want eigenlijk al deze draadjes die leiden toch wel naar fascisme toe. Na de crisis van 1929 kwam het fascisme opzetten in Europa. Men voelde zich teleurgesteld door de revoluties. En dat die niet hadden geleid tot een betere maatschappij. Men ging heel erg tekeer tegen de elite ook. Zien jullie overeenkomsten, maar ook verschillen met toen? Ja. Ik zit even te luisteren naar wat er op de achtergrond hoort. Iemand die graag wil deelnemen aan het gesprek. Vandaar wie het is binnengekomen. Vandaar de stilte bij ons verder. Overeenkomsten en verschillen. Ik denk dat het grootste verschil toch is dat er een wat meer weerbare samenleving daar is. Mensen zijn gewoon veel beter geïnformeerd tegenwoordig dankzij internet, Twitter, het feit dat het reizen veel makkelijker is. Mensen gingen vroeger niet met het vliegtuig naar verre landen op vakantie. En nu doet iedereen dat. Bijna iedereen dan. Dus ik denk dat de mensen daar weerbaarder in zijn. En ik ben zelf niet bang voor het feit dat het zo zal aflopen als dat het in de jaren 30 gebeurd is. Maar aan de andere kant, daar moeten we wel gewoon keihard voor werken. We moeten elke keer keihard die discussie aangaan. Juist met mensen die nazistische termen gebruiken zoals omvolking. Of mensen die instituties zoals de rechterlijke macht in twijfel trekken. Daar zijn wel degelijk parallellen te trekken met hoe het vroeger was. Ja, ik denk daar ben ik het wel mee eens. Ik denk ook niet dat het... dat kan ook niet. Het gaat zich niet hetzelfde herhalen als toen. Want alle omstandigheden zijn heel anders. Maar je ziet wel een respect voor de rechtsstaat bijvoorbeeld verdwijnen in een land als Hongarije, wat daar toch wel vrij hard voor op de vingers wordt getikt nu. En terecht. Want dat kan helemaal niet wat daar gebeurt. En je ziet dat nu in Italië ook een beetje die kant uitgaan. Ja. Gelukkig heeft het Europees Hof besloten dat in Polen dat daar het ontslag van de rechters teruggedraaid moet worden. Omdat dat ook in strijd is met Europese regels. Ik denk dat juist ook het hebben van een Europese Unie ervoor zorgt dat de parallellen met de jaren 30... minder groot zijn dan dat we misschien wel zouden denken op dit moment. Ja, daar was hij ook wel een soort van voor bedacht. Ja, ook dat inderdaad. Doet zijn werk wel. In principe, ja. Ja, en maar je ziet wel hetzelfde soort verhaal steeds meer naar boven. Overeenkomsten. Ja, toch wat dan de Joden toen waren, dat zijn nu de, maar ook weer de Joden. Ook de Joden. Ja, als je het hele verhaal wat er nu over Soros wordt gehouden, een beetje tegen het licht houdt, dat er zit weinig licht tussen dat en wat er in de jaren 30 werd gezegd. Je kan noemt je bijna Soros over elkaar heen leggen. Ik val je even in de reden. Je noemt Soros. Heb je van de week dat bericht van de NOS gezien? Ja, nou ja, dat is een goed voorbeeld. Dat wordt dan een artikel op de site van de NOS gezet. Wat tendentieus is nog een understatement, denk ik. Het gaat over de tentakels van Soros, de Jood Soros enzovoort. En niet alleen het woordgebruik is afstotelijk, maar het hele stuk stond ook helemaal vol met feitelijke onjuistheden. En dat wordt dan op een gegeven moment, dringt dat dan door bij de top van de NOS dat niet klopt. En dan wordt er wat veranderd. Maar dan is het dus nog niet goed. Want het staat nog vol met dingen die niet kloppen. En het ergste vind ik dan dat verongelijkte toontje van zo'n Marcel Gelauf. Die
Ja, die doet alsof we hem daar eigenlijk niet mee mogen lastigvallen. Terwijl ik denk van ja, jij bent de grootste nieuwsorganisatie van Nederland. Ja. En de belangrijkste ook. En die moet gewoon zijn werk goed doen. En als dat niet zo is, dan moet je ophoepelen. Ja, nou ja, ik vind dit toch wel een teken dat er toch wel weer zo'n fascistische ondertoon in de maatschappij zit. Ik denk ook wel dat het heel erg dat het heel erg te maken heeft met onwetendheid. En zeker in de media. Dat er een heleboel. De Marion van Rooyen die zei op een gegeven moment, een paar jaar geleden, toen ze ontslagen was bij het journaal, ze zei: ja, als ik in Hilversum kom, dan zitten er allemaal van die jonge jongens met vierkante brillen. En die hebben nu de boel overgenomen. En die jonge jongens, dat zijn allemaal van die Geert en Waling-achtige types. Mm-hmm. Sid Lucas, noem het allemaal maar op. En die weten eigenlijk niet zoveel. En die. Dus. Ja, voor hun, als zo iemand, ik denk dat tenminste, iemand die dat stuk over Soros schrijft bij de NOS, die heeft helemaal de bagage niet om te begrijpen waarom dat zo erg is wat hij geschreven heeft. Ja. En dat is wel kwalijk van zo'n hoofdredactie of zo'n eindredactie, dat daar helemaal niet. Er wordt dus ook niet op ingegrepen dan. Geschiedenis, dat nee, is. Het is natuurlijk ook echt de jacht op clickbait, zoals dat tegenwoordig heet. Waardoor je een kop doet, mensen lezen de kop. Klikken vaak niet verder. Maar je ziet dat ook in de bezuinigingen bij de NPO op programma's als Brandpunt Plus en andere onderzoeksjournalisten. Ja, alle goede programma's weg. Ja, daar moet je je echt zorgen over maken. Want juist die goede journalisten die inderdaad onderzoek doen, die tijd ergens insteken, dat kost nou eenmaal gewoon veel geld. En het is minder makkelijk te verhapstukken voor een consument dan ik hou van Holland. Maar het is wel heel belangrijk dat je daar wel in blijft investeren. En daar maak ik wel zorgen over, dat wat Okke terecht opmerkt, het is een vorm van onwetendheid bij mensen. Je moet mensen zorgen dat ze weten wat er in de toekomst gebeurd is en ook ze duidelijk maken welke overeenkomsten en welke verschillen in zijn. Ja. Ik weet heel zeker dat heel veel mensen die horen dat Forum voor Democratie een term als omvolking gebruikt, dat heel veel van die mensen niet weten dat dat een narcistische term is. Mm-hmm. Dat het echt oprechte onwetendheid is bij die mensen. Dus het is aan ons om mensen op te leiden en te leren waar die term vandaan komt. Maar zie je hier ook geen parallel dan in met wat er vroeger gebeurd is? Omdat zeg maar in de politiek dan mensen opstaan die opportunistisch bezig zijn en die het volk mennen. Nou, ik heb een tijd lang wel gedacht dat we de opkomst van extreem rechts konden verklaren uit het feit dat mensen bij de globalisering zeg maar buiten de boot zijn gevallen. Dus die boze burgers waar Duk het ook altijd over heeft. En de ontevreden burger. Ja, daar gingen dus het halve Nederlandse journaille ging dan voor de laatste Kamerverkiezingen gingen ze allemaal ineens op zoek naar de boze burgers. Waar zaten die? Wat wilden die? En waarom hadden we ze niet eerder gehoord? Daar kwam eigenlijk niet zoveel uit. En hetzelfde is gebeurd in de Verenigde Staten, waar de opkomst van Trump ook alsmaar werd verklaard vanuit, ja, dat zijn die blue-collar workers, dus de mannen met de overalls. Die zijn allemaal ontslagen, die zijn hun vaste baan kwijt, die zijn tussen de wal en het schip terechtgekomen en die zijn daar zo boos over dat ze daarom op zo iemand als Trump gaan stemmen. En hoe meer onderzoek daarnaar gedaan wordt, hoe minder dat zo blijkt te zijn. Dus het gaat bij Trump, als je naar de motivatie kijkt waarom mensen op hem gestemd hebben, gaat dat veel meer om gewoon racisme. En dat is het motief. Je hoeft je verder niet te zoeken, want dat is het gewoon. Dat is het, ja. Ja, en ik denk dat hier ook wel vaak zo is. Ik zag net ook weer een artikel, ook weer van Duk in de Telegraaf. Ik ben de naam van de schrijver vergeten die geïnterviewd heeft. Maar die heeft ook weer een boek geschreven, ook weer over boze burgers. En ik bedoel, ik ben er niet tegen dat het gebeurt, dat die mensen worden geïnterviewd of dat je hun verhaal hoort. Maar we moeten ophouden, denk ik, met te doen alsof dat goed praat of op een bevredigende manier verklaart dat mensen zo racistisch worden en dan de moslims er allemaal maar uit willen of de gaskamers weer open willen of de joden moeten maar weer weg, want Soros is zo verkeerd. Want zo wordt het wel ingezet, dat verhaal. Zo gebruikt men het wel. Ja. Zullen we even één liedje doen? Ja. Of een liedje, een hang. Dat kan voor €50. Oh, wacht even, het is 43, hè? Het is 43. Ik kan nog even wachten eigenlijk doorgaan. Daarna gaan we koffie drinken. Wat dacht je daarvan? Wat jij wil? Ja, zullen we dat doen, heren? Ik vind het prima. Ik ben de gast hier. Dus, ja. Ja, maar we zijn voor alles in. Ja, we zijn democratisch, hè? Nou, hier is hij dan weer. Dat wat goed is voor het volk moet worden gedaan en niet wat de meerderheid wil.
Nee, want een goede democratie beschermt ook de rechten van de minderheid. En als je alleen maar doet wat het volk wil, ja, nou ja, daar is dan wel een parallel in sindsdien. Hitler is helaas volledig democratisch aan de macht gekomen. En er is op een gegeven moment, weliswaar met een minderheid van de stemmen, dat worden we ook wel eens vergeten, lang niet alle Duitsers hebben gekozen destijds voor de NSDAP. Maar hij is op een volstrekt legitieme en democratische manier aan de macht gekomen. Maar puur alleen maar doen wat het volk wil? Nee. Nee, daarom ben ik ook zo blij met een parlementaire democratie zoals wij die in Nederland hebben. Waar je juist 13 partijen nu hebt in de Tweede Kamer. Met allemaal hun eigen invalshoeken. Waarbij je consensus moet gaan doen. Als dit een democratie zou zijn als de Verenigde Staten. Waarin eerst hebben de democraten, die hebben een bepaald beleid. Dan komen de republikeinen, die gooien alles 180 graden om. Dan, ik ga ervan uit dat over 2 jaar Trump weer uit niet herkozen zal worden. En dat een democratische president dan weer alles om gaat gooien. Ik ben blij dat wij in Nederland daar in ieder geval met elkaar in gesprek zijn. Maar zeker niet alles maar doen wat het volk wil. Maar op het moment zie je toch dat het wel zo is. Als je kijkt naar de partijen. Nee, want de dividendbelastingen bijvoorbeeld. Het volk wilde niet bepaald dat de dividendbelasting afgeschaft werd. En toch is er heel lang daaraan vastgehouden. Pas op het moment dat Unilever heeft gezegd, we gaan niet naar Rotterdam verhuizen. Toen kwam de beweging dat de dividendbelasting inderdaad van tafel gestoten werd. Dus was het nou het volk of Unilever? Het Unilever heeft daarin beslist. Maar het is niet omdat de coalitie gedaan heeft wat het volk wil op zo'n moment. Ik denk dat deze coalitie op dit moment de meest impopulaire coalitie is die dus een beetje rondloopt in de naoorlogse geschiedenis. Maar zien we dat niet vanuit het standpunt wat wij hebben dan? Want er zijn heel veel mensen die op deze partij gestemd hebben. Dus die zijn dat daar wel mee eens. Maar ik denk dat niemand had gehoopt dat deze coalitie met deze 4 partijen eruit zou komen. Als mensen van tevoren hadden bedacht van nou dit wordt de coalitie die we hebben, dan denk ik niet dat die een meerderheid gekregen zouden hebben. Het is het nadeel van het systeem dat wij hebben. Maar misschien zou het ook wel eens goed zijn als politieke partijen in Den Haag zich zouden realiseren dat je ook kan regeren met een minderheidskabinet. Wat je dan moet doen namelijk is zorgen dat de voorstellen die je doet, dat die zo goed onderbouwd zijn, dat je meerdere coalities moet zoeken in Den Haag om daarmee dingen voor elkaar te krijgen. Je hoeft niet per se de helft plus 1 te hebben. Een minderheid kan ook. Als uiteindelijk. Hebben we wel eens gehad, hè? Ik kan me dat eerlijk gezegd niet herinneren. Volgens mij hebben we een minderheidskabinet gehad. We hebben toch zo'n rare constructie gehad dat Wilders een beetje voor spek en bonen mede. Ja, ja, dat was de gedoogde. Ja, die was ook leuk, ja. Ja. Dat was helemaal goed toneelstuk. Maar ik ben het wel ermee eens. Want kijk, dat model wat wij hier in Nederland hebben, dat zogenaamde polderen, dat we alles maar overleggen en doen, dat heeft wel opgeleverd dat. Als je kijkt naar waar in de wereld mensen het gelukkig zijn en waar de kwaliteit van leven het beste is en waar je het makkelijkste, de verschillen in inkomens het minst groot zijn. Dat is allemaal in Nederland en de Scandinavische landen. En dat is dankzij de manier waarop wij hier politiek bedrijven, denk ik. Want als ik bedoel, ik heb ook nog wel eens in een paar andere landen gebivakkeerd. En ik hoop toch echt vurig dat niet hier naartoe overwaait hoe het daar gaat. Nee. Want wat je ziet is, nou ja, nu in die Amerikaanse, die midtermverkiezingen, daar hebben de meeste mensen dan godzijdank wel het idee dat er iets op het spel staat. Maar ik zie ook vaak dat mensen echt de moed verliezen. Van ja, we gaan niet meer stemmen, want het heeft geen zin. In Panama, waar ik dan 17 jaar gewoond heb, is dat ook. Er zijn gewoon geen kandidaten meer om uit te kiezen, want ze zijn allemaal corrupt. Ja. En het leuke is in Zuid-Amerika, sommige landen hebben stemplicht. Ja, nou maar ja, je moet wel stemmen op wie hun zeggen. Dat is ook een beetje facultatief, ook al is het verplicht. Maar ja, dat hoop ik toch niet dat we dat hier. Wij doen dat echt wel heel goed hier. En je kunt het zien, ook in Amerika, presidentsverkiezing is natuurlijk een ander verhaal. Maar 4 jaar geleden waren er ook parlementsverkiezingen daar. Toen is er een opkomstpercentage van, ik geloof, 36% in Amerika. Ja. Hier in Nederland hebben wij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 83% gehaald. Dus je ziet wel dat mensen hier echt veel betrokkener zijn bij wat er in hun omgeving gebeurt. En daarin veel bewuster die keuze maken om naar de stembussen te gaan. Ik ben ook geen voorstander van een stembusplicht, zoals in België ook bijvoorbeeld bestaat. Mensen die niet komen stemmen, dat is, ja, je zou bijna kunnen zeggen, zoals de Russen het noemden, stemmen met de voeten.
En dan moet je zorgen als politicus dat je mensen meer engageert. Dat ze iets hebben om betrekt. Te kiezen en betrekt en daarvoor erbij komt. Okay. Ik denk ook dat ze zo ongehoorzaam zijn, de Nederlanders, dat gewoon een of andere gek zegt, weet je wat, ik begin de notenpartij, stem op mij. En ineens krijgt de notenpartij zo'n grote stem omdat je die stemplicht hebt ingesteld. En die mensen denken van, weet je wat... Nou, of ze willen een referendum erover. Ja, dat ook. Ja, ja, ja. Goed, dan ga ik even naar het volgende. Je ziet vaak mensen roepen, eisen om hogere gevangenisstraffen voor bepaalde veroordeelden. Neem bijvoorbeeld Volkert van de Graaf. Heeft men in de gaten dat dit ook bij fascisme normaal is? Het roepen om hogere straffen. En de rechterlijke macht weg te zetten, hè? Dus buitenspel te zetten. Nou ja, Nederland heeft al een van de landen met de strengste wetgeving in strafrecht van Europa. Dat wordt wel eens vergeten. Ja, ik wil ze niet strenger hoor. Nee. Maar als die roep erom is om nog strenger te straffen. Het levenslang in Nederland is ook echt daadwerkelijk levenslang. Er wordt altijd gedaan alsof 20 jaar de maximale straf is. Maar ook dat is verhoogd naar 30 jaar inmiddels. Nog strenger straffen dan in Nederland is. Dat kan al eenmaal bijna niet. Wat ik wel denk is dat inderdaad in discrediet te brengen van de rechterlijke macht. Wat bijvoorbeeld Geert Wilders heeft gedaan met het zijn allemaal PVV of D66 rechters. En het is corrupt en bla bla bla. Ja, dat valt wel degelijk inderdaad onder een voorbereiding naar een weg naar fascisme. Ja, dat hele gedoe over Volkert van de Graaf. Vind ik daaronder vallen dat terwijl... Ja, de man gebruikt gewoon zijn rechten zoals iedereen die heeft. Ja. En dus wat voor hem geldt, geldt voor iedereen. Ik vond het ook heel opvallend tijdens die hele toestand over die twee Armeense kinderen. Dat er alsmaar werd geroepen over hoe mensen misbruik hadden gemaakt van de procedures. En dat dan maar strenger moest. Terwijl die procedures die bestaan gewoon. Ja. Daar maken mensen gebruik van omdat ze bestaan. Die bestaan omdat ook ze dat omdat recht mensen hebben. Daar dan gebruik van kunnen maken. En dan... En ook de overheid was in hoger beroep gegaan bij Hogan. Ja, dat niet alleen. Maar ook al was het die twee kinderen die in hoger beroep waren gegaan. Als die beroepsmogelijkheid bestaat, dan kan je niet gaan klagen dat mensen daar gebruik van maken. En dat dat toch gebeurt, is een soort van totalitaire inslag. Van ja, dat moest eigenlijk niet mogen. En dan bepalen wij wel hoe dat zal moeten. Ja. En je zag het bij die blokkeervriezen weer. Dan werden die... om te beginnen was het natuurlijk al belachelijk dat die voor de rechter moesten komen. Want het waren toch Friese volkshelden. ik heb ze gezien. Het woord volkshelden was niet het eerste wat me te binnen schoot. Laten we zo zeggen, ze zouden de Elfsteden toch niet eens trekken. Nee. Dat is een klein zijspoor, maar ik heb ook een paar dagen gezeten bij het proces tegen de mensen die Sylvana destijds zo hadden bedreigd. En er waren heel veel overeenkomsten in het soort van verdachte wat je daar zag in die zaal. En dus die hadden eigenlijk al niet bestraft mogen worden volgens dat verhaal. En dan vervolgens werden daar straffen geëist, taakstraffen. En dat werd onmiddellijk in de bepaald soort media vergeleken met wat er werd opgelegd in andere gevallen. Dus de eis van de officier werd vergeleken met wat er dan was opgelegd in iemand die een scheidsrechter voor zijn hoofd had geschopt of zo. Dus ja, dat kan valt dat niet appels vergelijken. Met peren vergelijken. Nee, en, kan niet. Dat doe je ook alleen maar om het hele idee van justitie en de rechtsstaat onderuit te halen. En dat is niet fraai. Dat is inderdaad het foute pad. Ja, de weg naar fascisme. Ja, en waar ik me meer zorgen over maak, zijn over de voorstellen die Sander Dekker nu doet. Of de proefballonnetjes die hij elke keer oplaat. Om mensen het moeilijker te maken om de gang naar de rechtszaken, de rechtszaal te gaan. Ja. Allerlei mediators die er moeten komen. Gesubsidieerde rechtspraak die ingetrokken wordt. Daar maken we veel meer zorgen over dan over... Ja, de Wildersen en de Baudets en de types van deze wereld... die roepen er moet strenger gestraft worden. Omdat het gevaarlijk is, omdat hij in het machtscentrum zit. Ja. Nou ja, kijk, wat het was, Teven is daar ook al mee begonnen. Want kijk, als we het aan de ene kant niet moeilijker kunnen maken... de strenger straffen en zo... dan gaan we het aan de kant van de advocatuur moeilijker maken. Ja. Dus dan gaan we die advocaten afdrijven. Geen beroep meer op doen, ja. En... Dat is VVD-politiek. Dat is niet eens Baudet of Wilders. Dat is gewoon de VVD die dat doet.
En het ergste, het gevaarlijke daarvan is dat je daarmee nog wel wegkomt in Europa. Kijk, wat Baudet en Wilders allemaal willen, dat is geroep voor de bühne. Ja. Dat kunnen ze wel willen, maar dat gaat echt nooit gebeuren. Nooit gebeuren. En in de Kamer stemmen ze braaf mee met de rest. Ja, precies. Dus, maar wat de VVD wil, dat is geen geroep voor de bühne. Dat gaan ze ook echt doen. Ja. En dat kan in Europa ook. Er is een soort grens die ze daar wel in kunnen gaan pushen. Dat kan natuurlijk niet als je zegt van we moeten artikel 1 uit de grondwet gaan halen. Dan houdt het gewoon al heel snel op. Maar dat, ja, gebeurt niet zo snel, denk ik. Ja, die toevoegingen voor advocaten verminderen en dat dan beetje bij beetje gaan doen. En dan zeggen, ja, nou, voor dit soort zaken gaan we het niet meer doen. En voor dat soort zaken gaan we ook niet meer doen. Dus ja, dat kan wel. En dat is wel gevaarlijk. Dat is veel gevaarlijker inderdaad. Maar er is nog één ding wat ik wou zeggen over als je kijkt bij Volkert. Deze man, door die hele tijd, toen hij die, Pim Fortuyn heb neergeschoten, tot aan nu. Iedereen, die tegen hem is, die heeft dat duidelijk laten blijken. Dus wat denkt Volkert zelf? Van, nou, weet je wat, dan ga ik wel naar het buitenland. Nederland heb ik wel genoeg van gezien, een beetje. En dan wil hij ergens anders hebben staan op bouwen. En dan zegt ze, nee, je moet hier blijven. En dan zit ik me eigenlijk af te vragen, ben je niet zelf een probleem aan het creëren? Van iemand die juist tegen de staat raakt, die eigenlijk al een antecedent heeft om naar, extreme middelen te grijpen. Maar dan creëer je uiteindelijk je probleem zelf. Dan vraag ik me af. Maar bedoel je, creëer je een terrorist weer? Nee. Kijk, eigenlijk als jij gewoon bewust van bent dat jij, dat een man dat soort denkbeelden hebt. En hij zegt gewoon, ik wil hier weg. Nou, dan mag je weg eigenlijk. Maar als je hem hier houdt, dan creëer je uiteindelijk zelf die persoon een klimaat dat hij weer iets gaat doen, waardoor ze zelf weer regels op kunnen leggen. Het klinkt mij meer als een loophole om meer regels op te leggen vanuit deze casus. Ja, weet ik niet. Persoonlijk, Volkert van der Graaf is een idioot. Die... Ja, dat is zacht uitgedrukt. Ja, dat is zacht uitgedrukt. Hij is gewoon een gestoorde gek. Dat is misschien wat beter dan. Ja. En ik vond ook zelf 18 jaar voor een moord op een politiek leider, weliswaar nog niet gekozen, behalve dan in de Rotterdamse Raad, maar wel iemand die waarschijnlijk in de Tweede Kamer had gekomen. Dus ja, ik vind dat ook te mild gestraft. Van mij had hij veel meer moeten krijgen maar dan Marco, die 18 jaar. Maar Marco, wat is nou het verschil tussen een politiek leider of een gewoon mens om ver helpen? Nou ja, de moord op zichzelf is natuurlijk allebei even slecht. Het leven van een politiek leider of van de buschauffeur om de hoek is niet meer of minder waardevol. Daarom, hetzelfde. Maar het gaat er wel om dat iemand die iets wil doen in de politiek, of dat nou aan linker of rechterzijde is, en je ontneemt op die manier het spreekrecht, je ontneemt hem zijn leven, ultieme het spreekrecht opnemen, dat kan bijna niet. Daarmee zorg je ook wel dat er een sfeer wordt gecreëerd waarin vrije geluiden, waarin discussies onder het tapijt geschoven worden. En dat moet je niet willen hebben. Dus wat mij betreft had hij veel langer gestraft mogen worden. Maar hij heeft gewoon gebruik gemaakt van de regels en afspraken zoals wij die in Nederland hebben. Niks meer, niks minder. Het recht is misschien niet voor iedereen begrijpbaar, maar dat is nu eenmaal wel het recht en daar hebben we mee te dealen. Ja, ik bij een politiek leider help je natuurlijk meer om zeep dan alleen maar de figuur. De persoon, ja. En, maar ik begrijp jouw punt ook wel een beetje. Want toen je dat zei, zat ik te denken, ja, het is natuurlijk toch wel vreemd dat wij, of dat er op rechts dan vooral zo geschreeuwd wordt over die Volkert, die mag dan niet naar het buitenland. Terwijl de ISIS-baby's, die willen we hier niet naartoe halen. Dus wees dan consequent. Ja, en die inconsequenties natuurlijk ook. Er wordt verf tegen de deur gestrooid van Thierry Baudet. En dat is terrorisme en beveiliging. En vervolgens worden in Amerika de pijpbommen worden er gestuurd naar 14 voornamelijk linkse mensen daar. En dan wordt van dit is alleen maar een waarschuwing. Dit moet je niet serieus nemen. Ja, ja. Zo kunnen we nog wel een uurtje. Daar ligt de hele binnenstad plat. Ja, gevaarlijk hoor. Ja. Goed, we gaan er even uit. Wij gaan koffie drinken of thee of chocolademelk, wat jullie willen. Ja, even een koffie. Yes, we zijn zo terug. Joint Radio. I'm
Yeah. Welkom terug bij de Joint Radio. Mijn naam is 9G Music. Het is een Joint Politics. Anaïs, aan jou het woord. Goedemiddag, dan zijn we weer terug naar de koffie. En ik heb twee heren hier in de uitzending. Ocke Ornstein, befaamd journalist. En die kan hele goede stukken schrijven. Ik zou jullie eens aanraden om allemaal te lezen wat hij... Waar schrijf je het bij? De Correspondent of? Nee, dat is een site die ik ooit zelf begonnen ben. Die heet Correspondent at Large. Dat is een soort correspondent die zeg maar wat rondzwerft. Ja. En dat was helemaal niet bedoeld als een soort woordspeling op de correspondent. Maar nou, iedereen denkt dat dat wel zo is. Maar goed, ik zou ze toch lezen. En we hebben hier ook Marco Ruitenberg. Fractievoorzitter van de gemeenteraad Lansingerland voor GroenLinks. Marco, welkom weer. Ook welkom. Dankjewel dat je er zijn. Ja, fijn je weer te zien. Want we hebben je vorige keer zou je komen. En toen waren er omstandigheden waardoor je niet kon komen. Maar ja. Nu ben je er weer wel. Hoe gaat het in Lansingerland? Hoe gaat het met de politiek? Hoe gaat het met ultrarechts? Gelukkig hebben wij geen flankpartijen in Lansingerland op dit moment. Leg even uit, flankpartijen. Flankpartijen, dat bedoel ik partijen bij die of extreem rechts of extreem links zijn. En die hebben wij niet, omdat wij daarvoor denk ik een te gematigde, toch ook redelijk rijke gemeente zijn. Het is wel zo dat wij zijn een behoorlijk rechtse gemeente. De grootste partij bij ons in de gemeente is Leefbaar 3B. En dat is godzijdank geen Leefbaar Rotterdam-achtige partij. Dat is echt een beschaafde, fatsoenlijke partij waar je heel goed mee samen kunt werken. En die zitten samen in een coalitie met de VVD, met het CDA en met de ChristenUnie. Dus alles wat een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum zit. Hoewel de ChristenUnie op bepaalde dingen nog echt wel bij ons lokaal in ieder geval die zorg heeft voor anderen. En voor zwakkere, vluchtelingen. Ja, vluchtelingen inderdaad. Ja. Vorig jaar, toen de vluchtelingencrisis er was, is er ook uitgebreid gesproken over eventueel de oprichting van een AZC of een bedbad- en broodgelegenheid in Lansingerland. En daarin trokken wij heel erg samen op met D66 en met de ChristenUnie, die daarin heel betrokken zijn. Dus zij zijn in de rechtse coalitie, zij zijn een beetje de linkerflank. Mooi. En dan hebben we verder natuurlijk de vier oppositiepartijen, D66, wij Lansingerland, die ook enigszins aan de linkerkant van het politieke spectrum zit. PvdA en mijn eigen GroenLinks dan. Dus we zijn een rechtsbolwerk in de regio Rijnmond, qua gemeente. Kijk eens aan. Goed, we gaan even verder praten over fascisme, waar we het over hadden. Al-Akstra die komt met de vraag aan jullie beiden. Hoe vindt u dat mensen zijn geneigd tot alle kwaad? Oei, dat is een mooie filosofische vraag of mensen geneigd zijn tot kwaad. Ja, dat zou dan met fascisme weer verband kunnen houden, hè? Ik denk dat mensen net zoveel geneigd zijn tot kwaad als dat ze geneigd zijn tot het goede. Het hangt er maar net... Kijk, ieder mens... Dat is een politiek antwoord, dat wil ik niet. Ja, ik ben politicus, hè, dus wat dat betreft ga je dat soort dingen krijgen. Nee, kijk, kwaad, maar ook goede dingen is... Een mens wordt geboren als een blanco vel papier. En het zijn de omstandigheden en waar je in opgroeit die zorgen of je tot het goede of tot het kwade komt. Okay. Ik geloof niet, ja, op de echte psychopaten na, maar ik geloof niet dat mensen intrinsiek meer genegen zijn tot kwaad of tot... Nee, dat geloof ik niet. Ik heb hoop voor de mensheid. Oké. Okay. Mag jij ook wat over zeggen als je wilt? Ik denk dat mensen wel tot een hoop kwaad in staat zijn. Als je dat dan aan het onderwerp fascisme wil verbinden, dan zijn er morgen verkiezingen in Brazilië. En daar is toch een vrij grote groep mensen die, de grootste groep mensen zelfs, die op een echte fascist gaat stemmen. Mm-hmm. En dat is iemand die wil de linkse oppositie uitroeien. En daar bedoelt hij dan ook echt doodmaken mee. En hetzelfde met homo's. En hetzelfde met mensen van kleur. Transgender. En ja. Martelingen. Dat is toch iets, een traditie die geëerd moet worden daar in dat land, vindt hij. En ja, daar staan toch een heleboel mensen bij te juichen bij dat verhaal wat die man daar houdt. En dus ja, ik weet niet of mensen geneigd zijn tot het kwaad, maar ze zijn er wel toe in staat. En ik denk dat je ook uit moet kijken dat je niet de omstandigheden schept waarin dat heel makkelijk wordt voor mensen om kwaad te gaan doen, omdat ze ermee wegkomen. Want dat gaat nu natuurlijk nu gebeuren. Ja. Die man die gaat winnen en dat wordt echt vreselijk daar. Gaat die winnen? Ja, hij gaat wel winnen, denk ik. Ja.
Ja, is het niet zo zijn dat alle overige partijen en oppositieleiders zich zouden verenigen tot nou een ja, front? Hij staat in de peilingen iets van 8-12% voor. Dus dat ja, is toch ja. wel heel veel. Hillary Clinton stond ook voor in de peilingen. Ja, nou ja, goed, dus... we zullen duimen. Ja. We hebben er verder weinig invloed op. Ik moet wel eerlijk zeggen dat je best wel ballen hebt als jij besluit in Brazilië de people of color wil uitroeien. Want weet je hoe lang je bezig bent dan? Ja, nou ja. Echt, dat is eigenlijk gewoon onbegonnen taak. Dat gaat je gewoon niet lukken. Ja, goed, kijk, een heleboel van die dingen gaan natuurlijk ook niet gebeuren. Maar het feit dat hij dat zegt. En het ergste is dat je daarmee een soort vrijbrief geeft aan, niet zozeer voor hemzelf, maar voor ja, andere corrupte tuurlijk. Politieagenten en weet ik veel wat. Ja. Om maar te doen wat ze willen. Ja, en zo zie je natuurlijk ook in de Filipijnen, waar Duterte aan ja, de macht gekomen is. Dat is een groot voorbeeld. Die als burgemeester doodseskaders had rondrijden in zijn stad. In de strijd tegen drugshandel. En nu ook als president daar nou, echt bizarre dingen roept. Wat hij allemaal ja. wil. En dat maar die is een beetje psychopaat, hè, vind je? Ja, nou, dan heb je die bolanos. Ik ben geen psycholoog of psychiater. Dus, maar de dingen die hij roept, die zou je kunnen zeggen dat die wel enigszins psychopathisch zijn, inderdaad. Ja. Maar dat is dus, wel ernstig, want dan ja. hebben we dus zometeen een heel continent, de Amerika's. Ja. Waar de twee grootste landen en de twee grootste economieën in handen zijn van toch vrij extreemrechtse figuren. Die er geen vredelievend politiek discours op nahouden. En dat daar zou je toch wel zorgen over moeten maken, denk ik. Plus, het is een trend in Zuid-Amerika. Alles wat eerst linksom is, dat is nu weer rechtsom. Hè? Nou ja, dat moet je natuurlijk maar afwachten hoe lang dat nog duurt. Maar ja, als het grootste land in Latijns-Amerika zo een enorme ruk naar rechts maakt. Op zo'n gevaarlijke manier. Dat is niet een vrije markteconoom of zo die daar de macht grijpt. Het is echt gewoon een fascist. Ja. Laten we er geen doekjes om binden. De fascist. Over de media gesproken, hè? Dan ga ik even speciaal naar jou. Kan jij de rol duiden van de media in de strijd, maar ook in het voordeel geven van fascisme? Zie je dat veel om je heen op het moment nou, of niet? Wat er heel veel gebeurt hier in Nederland valt me op, is dat er is een term voor die me nou even niet te binnen schiet, maar dat je een soort raamwerk hebt waarbinnen zeg maar discussie acceptabel is. Dus waarbinnen het debat zich afspeelt. En wat daar buiten valt, dat vinden wij niet fatsoenlijk. Of daar willen we het niet over hebben. Of dat vinden we niet acceptabel. It's not done. Daar valt racisme, fascisme, antisemitisme, al dat soort dingen vallen daaronder. Dat is enorm aan het verschuiven. En dat komt door de media. En die hebben in de jacht op kijkcijfers en ook in onwetendheid, waar we het al eerder over hadden, bieden die constant een podium aan figuren als Baudet. Iemand die eigenlijk niks te zeggen heeft. Die een soort op drijfzand gebaseerd verhaal heeft. Wat hij dan met veel bombardie houdt. En daar tuinen journalisten en uitgevers en hoofdredacteuren iedere keer weer in. En dan willen ze hem ineens allemaal hebben. En daarmee wordt een soort ranzig verhaal wat hij houdt. Over hoe onze cultuur verdwijnt. En we worden omgevolkt en we worden verdund. En ik weet allemaal niet wat. Wordt dan ineens verfrissend en acceptabel enzovoort enzovoort. En dat een ander bekend voorbeeld is Eva Jinek die God beter het Geert Wilders over zijn katten gaat interviewen en dan poseert op een foto met zijn verkiezingsbiljetten erachter en alsof dat allemaal maar gewoon leuk en gezellig is. En dus de media die faciliteren wel heel erg dat soort taal normaal wordt. Terwijl Eva Jinek gewoon ook heel scherpe debatten kan voeren. Haar discussie die ze had met Farid Azarkan van Denk. Ja. Ja, dat was ze heeft het ook terecht de Sonja Barend Award voor gewonnen. Dat was een hartstikke goed, scherpe debat. Maar daar ga je. Met Farid Azarkan kan zij dus scherp zijn. Maar waarom is zij het niet met Geert Wilders? Ja, maar ze is met Jan. Kijk, het is niet zozeer Eva Jinek. Kijk, zo'n programma wordt al gemaakt door redacties en zo. En die. Want ze doet het met Jan Roos ook. Die heeft ze ook kiel gehaald in de uitzending. En dat was maar goed ook. Nou is dat niet zo heel moeilijk. Maar. Nee, dat Jan Roos die dompel je snel onder. maar het gaat erom dat je dus wat acceptabel is. Of wat jij vindt dat er gezegd kan worden. Dat je dat zo verruimt. Dat daarin dat soort taal normaal wordt. Hmm. En dat. Dat is wat de media aan het doen zijn. En dat komt denk ik ook heel erg doordat ze steeds meer van Twitter halen.
Kijk, er wordt natuurlijk overal bij de redacties is bezuinigd en zo. Dus je ziet heel vaak in krantenartikelen ook dat als ze vroeger gingen ze iemand bellen om te vragen van wat vind jij hiervan? En nu zetten ze er dan gewoon even een tweet van iemand bij. Dus ze kijken ook op Twitter voor hun onderwerpen. En wat speelt op Twitter? Wat is trending? Wat is een beetje controversieel? Nou, dan gooien we dat vanavond in de uitzending. Of we gaan er een stuk over schrijven of weet ik veel. En ja, dan krijg je een soort echoput, noemen ze dat dan. Waar steeds minder mensen nog uitkomen. En die dan ook steeds minder met de werkelijkheid te maken heeft. Het wordt een verhaal op zich. Ja. Okay. Is het ook niet het stuk eigenlijk dat ze veel meer kijken of er een verdienmodel in zit versus werkelijk. Maar dat is een beetje, kijk, dat zegt iedereen wel en dat uh-huh. klopt ook wel. Uh-huh. Het gaat natuurlijk ook om clickbait en zo, maar het is helemaal niet een duurzaam verdienmodel. Uh-huh. Want dat werkt heel even en dan moet je weer wat anders. Ja. Dus je blijft voortdurend achter jezelf aanhollen om dat maar aan de gang te houden. Terwijl als je het gewoon goed zou... Kijk, vroeger werd er ook heel veel geld verdiend in de journalistiek en toen deden we dit allemaal niet. Het is een beetje een trend. Dat het daardoor gedwongen zou worden of zo. En plus, een heleboel media die wij hier hebben, die belangrijk is, zoals de NOS, is de belangrijkste nieuwsbron voor Nederlanders. Die hoeven geen kliks te krijgen. Die hoeven geen reclameinkomsten te krijgen. Die worden gewoon door de overheid betaald. Ja, belastinggeld. Ja. Dus die kunnen het zich veroorloven om hun werk goed te doen. En dat geldt voor al die talkshows ook. Kijk, het is leuk dat Pauw op de publieke zender over de miljoen heen gaat en zo. Maar het is niet echt nodig. Want het programma kan even goed gemaakt worden als het 500.000 kijkers heeft. Ja, maar je merkt ook dat bij de publieke omroep er een jacht is op de kijkcijfers. Ja. Wat wel heel erg vreemd is. Want juist voor een publieke omroep, daar zou je gewoon in moeten investeren. Dat die kwalitatief goede programma's maakt. Dat klinkt een beetje hoogdravend. Maar je zou wel volk moeten verheffen. Juist. Maar het is daarvoor eigenlijk gemaakt. Ja. Dat probeer je eigenlijk te zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Dan wil ik van de journalistiek naar de politiek. Jee. Ook hetzelfde voor jou, Marco. Is het niet zo dat er nu politici zijn, of althans mensen die zich politici menen te moeten noemen, die het hele veld van politiek makkelijker maken voor fascisme? Ja, tuurlijk is dat er. En ook daarin is een lijn die steeds verder opschuift naar rechts in dit geval. Zo'n 20, 30 jaar geleden waren de dingen die Hans Janmaat zei, die werden over het algemeen door iedereen verafschuwd. En dat kon niet. En hij heeft ook nooit meer dan 2 of 3 zetels gehaald, geloof ik. En tegenwoordig, wat Hans Janmaat zei, nou, dat is kinderspel van wat er nu allemaal geroepen wordt door sommige politici. En je kunt je afvragen, hoe komt dat? Is dat doordat is de mens gewoon aan het verrechtsen? Wordt er meer ruimte gegeven daarvoor? Leren we niet van onze fouten die we gemaakt hebben in de jaren 30? Omdat die generatie die dat bewust heeft meegemaakt, langzaam maar zeker helaas aan het uitsterven is? Het is een goede vraag. Ik betrap me er zelf ook op. Er is me altijd geleerd dat je niet in discussie moet gaan met racisten. Want op het moment dat je een discussie aangaat met hun, dan geef je een soort van legitimiteit aan hun opvattingen. Nee. En dat zou fout zijn. Maar aan de andere kant, je kan ze ook niet volledig negeren. Want als er geen tegenspraak is en geen weerwoord is, dan kan iedereen van alles maar gaan roepen. Ik denk dat in zekere zin er wel degelijk inderdaad een markt gecreëerd wordt, ook door bepaalde politici, die leiden naar een weg naar fascisme toe. Of we echt echte fascisten hebben hier in Nederland, zoals we dat bijvoorbeeld wel hebben in Brazilië. Ja, ik heb daar twijfels over. Nou, dat is een heel klein groepje, denk ik. Ja. Dat is dan wat onder NVU heen hangt en dat soort volk. Stormfront. Maar ze zijn er wel. Dat soort gasten. Ja. Tuurlijk, ze zijn er wel. En waar we ons druk over moeten maken is dat over dat soort types, dat die steeds brutaler worden en steeds meer geneigd zijn om onder hun steen vandaan te kruipen en hun dingen te roepen. Terwijl dat 30 jaar geleden kwamen ze niet tevoorschijn. Is het daarom ook niet zo gevaarlijk dat in de Tweede Kamer soms dingen worden overgenomen waarvan je 20 of 25 jaar terug gezegd zou hebben, oh nee, dit mag niet. Nou ja, 20, 25 jaar geleden, toen Janmaat in de Kamer werd gekozen, weet ik nog dat het CDA stond te demonstreren op het Binnenhof. Die waren zo kwaad dat was gebeurd. En daar werd een cordon sanitair omheen gelegd en niemand wilde iets met die man te maken hebben.
En dat is nu wel anders. Ja. Nu had het niet beter geweest, een cordon sanitair uiteindelijk? Ja, in het begin? Dat denk ik wel. Ja. Dat met Wilders had moeten gebeuren. Ja, dat weet ik niet. In België is natuurlijk ook het cordon sanitair geprobeerd met het Vlaamse Blok, toen het nog heette. Uiteindelijk is dat verboden. Het is het Vlaams Belang geworden. En je ziet nu dat bij de laatste verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen in België, dat het Vlaams Belang toch weer gewonnen heeft aan kiezers. Dus ik weet niet of een cordon sanitair echt werkt daarin. Aan de andere kant dat je een partij als de PVV nodig hebt om een gedoogsteun te geven aan een kabinet. Ja, dat is natuurlijk echt fout geweest. Want daarmee geef je ze wind in de zeilen. Daarom. En daarmee maak je het acceptabel. Ja. Dus dat moet je gewoon niet doen daarin. Maar het is een hele moeilijke vraag van ja, wat doe je wel en wat doe je niet daarin? Dus... Ja, ik denk ook dat het... Als je kijkt naar hoe nou die peilingen zijn, dan wordt Baudet veel groter. Nou ja, dat moeten we dan nog maar zien of dat ook echt gaat gebeuren als er Kamerverkiezingen komen. Maar... Zoals Wim Kok zou zeggen, peilingen zijn palingen. Ja, precies. Maar stel dat gebeurt. Kijk, en dan zie je dat die andere partijen, dat de VVD en het CDA dan met name, die gaan allemaal een beetje proberen om die stemmen terug te krijgen. Dus die gaan dan ook van die taal uitslaan. Ja, en dat is fout. Vooral, dat is fout. Dat werkt ook niet. En dit niet, is het gevaar. Kijk, die kiezer die is niet dom. Die wil het origineel. Die wil niet een namaakfascist. Die wil gewoon de originele fascist. Dus die gaat op Baudet stemmen en niet op Dijkhoff. Omdat Dijkhoff ook eens een keer wat roept. Nee, en daarbij, je merkt ook dat iemand als Thierry Baudet, die heeft een hekel aan de VVD. Ja. Dus... Wat gebeurt dan is dat VVD en CDA met name het voor zichzelf ook onmogelijk maken om nog een keer een rechtse coalitie te beginnen. Want dat kan niet zonder steun van die partijen meer. Mm-hmm. Dus ja, ik weet niet zo goed hoe dat dan moet verder. Nee, het is een heilloze, zinloze weg die de VVD en CDA aan het opzoeken zijn op het moment dat zij meer opschuiven naar rechts. Want een aanhanger van PVV of van Forum voor Democratie gaat niet CDA stemmen. Die gaat niet VVD stemmen, want die heeft een hekel aan die partijen. Want die beschouwt die twee partijen al als veel te links. Dus terwijl die partijen het legitimeren dat hun er zijn. Nou ja, ik begrijp nooit zo goed wat... Die politici die zijn, neem ik dan maar aan, zijn ook niet helemaal achterlijk. Die laten zelf ook peilingen doen en zo. Dus die hebben dan misschien informatie waaruit blijkt... wat wij niet weten, maar dat dus wel werkt wat zij aan het doen zijn. Wat zo'n Dijkhoff dan doet met al die rare proefballonnen van hem. Dus, of wat Buma doet wat met die lezing toen die zei dat het allemaal niet kon met andere volken erbij. Of Blok. En ja, maar ik zie die informatie nergens dat zo werkt. Want ik zie alleen maar die rare rechtse partijtjes groter worden. Ja, maar dus, dit is ook weer een vorm van fascisme. Ja, nou ja, wat er... Ja. Nou ja, die partijen wel, ja. Ja. Goed, even wat anders. Mussolini voerde een opportunistische politiek en steunde hij, al was hij anticapitalistisch, onder andere de grootindustriëlen. Toont dit niet aan dat fascisme hypocriet en een gevaar voor de mensheid is? Ik denk dat alle extremisten een gevaar voor de mensheid zijn. Als we gaan kijken naar het communisme zoals dat bijvoorbeeld in Rusland gepredikt werd, of nog erger in Roemenië, dat is ook een gevaar voor de mensheid omdat het corruptie in de hand wekt. Daarom ben ik ook zo wel blij met het Nederlandse systeem waarin je gewoon met elkaar in gesprek moet blijven om tot meerderheden te komen. Dus niet alleen fascisme, maar ook communisme en elke vorm van extremisme zijn wat dat betreft een gevaar voor de mensheid. Daar wil ik wel bij zeggen dat wat er in Oost-Europa natuurlijk aan de hand is, waren niet echt communistische, dat waren dictaturen die zich in naam communistisch of socialistisch noemden, maar dat niet echt waren. Het waren gewoon keiharde dictaturen. Maar is het niet raar dat bijvoorbeeld in landen als Nederland dat we banger zijn voor communisme dan voor fascisme? Dat is vreemd, zeker gezien de geschiedenis. Zijn we dat? Nou, ik merk toch heel vaak mensen die... fascisme, communisme, dat is vreselijk. Maar zij laten dus wel bijvoorbeeld... Ja, maar het is wel goed hoor. Als je nou kijkt naar Venezuela even, Maduro. Hè, dat is dan zogezegd zogenaamd communistisch. VS wil daar weer voet aan grond hebben voor hun bodemschatten. En dan zie je dat mensen die zeggen... Die vinden dat dan wel prima als de Verenigde Staten daar naar binnen zou gaan. Maar omgekeerd, als het een rechtse staat is... waarom zegt nou niemand is, hè, laten ze maar Brazil naar binnen gaan om die verkiezingen daar in de hand te krijgen. Nou ja, we zijn ook Servië binnengevallen, toch? Dat was toch wel
Ik denk dat het vooral... De grootste fout die we al hebben gedaan. Sorry, nee, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met ik denk dat mensen terecht trouwens heel bang zijn voor totalitarisme. Ja, totalitaire systemen. Of dat nou communisme is of fascisme of nazisme. Of dat maakt niet eens zoveel uit. Maar systemen waarin van hogerhand alles wordt beslist. En er nooit een soort weerwoord of beroep meer mogelijk is. Op wat er wordt verordoneerd. Daar is iedereen bang voor. Ja. En ja, dat wordt dan. En dat is ook een voortdurend. Dat gaat ook nooit weg. Dat die neiging, als je nou tot het kwaad geneigd, dat is een neiging die elke keer in elke samenleving weer naar boven komt. Naar dat totalitarisme. En daar moet dus ook altijd weer tegen worden geageerd. Dat gaat nooit meer over, denk ik. Maar toch niet zo bang genoeg om er niet op te stemmen. Zoals bijvoorbeeld nu weer in Brazil. Nou ja, daar dus niet. Nee. Maar het is... De helft van de bevolking vindt het nog altijd wel heel eng. Ja, maar er zijn dat hele is... grote demonstraties geweest tegen die kandidaat. En je ziet nu in de VS ook een vrij forse tegenbeweging opkomen tegen het geweld van Trump. Ja, ook Trump, laten we dat niet vergeten. Trump heeft niet gewonnen doordat hij een meerderheid van de stemmen had. Hij heeft gewonnen door het systeem van de kiesmannen. Ja. Ja. En doordat veel te weinig Amerikanen gaan stemmen. Ja, inderdaad, ja. Nou, er is nog één ding waarom communisme zo eng is. Eigenlijk als je gaat kijken over de hele span van jaren, is daar een heel veel anti-communistische propaganda geweest. En dan heb ik het specifiek over Hollywood bijvoorbeeld. Eigenlijk is dat zo ingeprent bij mensen dat ze zeggen, oh, dat is wel eng eigenlijk. Ja, dus... je bent er eigenlijk onbewust steeds door beïnvloed. Ja. Want hoe heet dat? Vrijheid wordt bedreigd. Hoe heet dat? Dan komt Amerika met een helikopter met één gast die met zoveel kogels alles overeind had. Antifascistische oorlogsfilms. Vrijheid. Ja. En het is niet alleen maar Hollywood. Wat Mao gedaan heeft in China, wat Stalin gedaan heeft in de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En wat nu nog steeds plaatsvindt in Noord-Korea. Dat is inderdaad natuurlijk niet echt... zijn niet echt propaganda voor het communisme, moet ik zeggen. Maar ik vind dat ook het gelijk heeft daarin als je zegt van... het is een angst die we moeten hebben voor totalitarisme. Of je het nu fascisme, nazisme of communisme noemt. Het gaat om totalitaire regimes waarin de burger vermorseld wordt door een staat die geen tegenspraak meer duldt. En daar moeten we inderdaad voor in waken. Maar even terug naar mijn vraag over Mussolini. Die had dus die opportunistische politiek en steunde hij, al was hij anticapitalistisch, onder andere de grootindustriëlen. Zien jullie een kleine verbintenis met wat er nu gebeurt op het moment? Dat mensen zeg maar opportunistische politiek bedrijven en toch wel met de grote industrie meegaan? Nou, waar je je zorgen over moet maken is dat Unilever hier beslist om niet naar Rotterdam te gaan. En er wordt een regeringsvoornemen wordt omgedraaid. Ik denk dat je daar wel zorgen over moet maken. Ik vind ook, het is natuurlijk ook bijzonder om te zien dat een bedrijf als Apple, dat die meer waarde vertegenwoordigt op de beurs dan dat de hele BNP van Nederland is. Je moet echt wel zorgen dat die grootindustriëlen, dat die niet het oor voor ons voor het zeggen gaan krijgen. Ik ben dan meer bang voor een soort Matrix-achtige maatschappij, waarin Unilever, Shell, Axo, noem ze allemaal maar op, bepalen voor ons wat we wel en niet moeten vinden. Ja, er wordt enorm veel gepraat over globalisering, waarbij vaak helemaal niet duidelijk is wat daar nou precies mee bedoeld wordt. En nu wordt daar dan onder verstaan een soort cosmopolitanisme of cosmopolitische samenleving. Maar het oorspronkelijke idee daarvan was dat door, hoe heet ze, Hertzberg volgens mij beschreven in dat boek, was dat je een wereld krijgt waarin de macht van regeringen overgaat naar grote bedrijven. En dat is natuurlijk wel gebeurd. En wat daar nog bovenop is aan het gebeuren is dat het niet zozeer dat het niet zomaar grote bedrijven zijn die macht overnemen, maar dat heel grote bedrijven zijn waar eigenlijk maar heel weinig mensen werken. Zoals Facebook, Google, dat soort digitale molochs, die eigenlijk voor een heel groot gedeelte de discussie bepalen nu in die wij hier kunnen hebben. Dus wat er op Twitter wordt besproken, dat is niet eens meer onderhevig aan nationale wetten over vrijheid van meningsuiting. Maar dat is een soort arbitrair systeem van mensen die daar dan ineens verbannen worden. Of die hun account wordt gesuspend. En
daar kan je ook niet tegen in beroep. Ook een vorm van fascisme. Dat hangt er maar helemaal vanaf van de gek die daar toevallig zit te modereren. En bij Facebook is dat nog veel erger. En dat die macht, dat we die uit handen hebben gegeven. Dus over zeg maar de publieke ruimte voor het publieke debat. Dat hebben we helemaal weggegeven aan dat soort grote digitale bedrijven. Die helemaal niet transparant worden geworden gemanaged. Dus ja, dat is wel totalitair. Ja. Daar moet je je wel zorgen over maken. Is wel angstig. Ja, mag ik even snel een vraag stellen? Trouwens, wat jij bedoelt ook noemen ze cyberpunk. Ik weet niet als je dat ooit hebt gehoord. Cyberpunk is eigenlijk dat de grote corporaties eigenlijk zeggen hoe de staat eigenlijk gaat vormen. Ja. Is een of andere. Als je ooit het leuk vindt op de moet je even cyberpunk, is leuke verhalen en zo. Wat mijn vraag is, of mijn punt is meer in. Mensen zijn meer naar rechts geneigd omdat er meer consequenties zijn vastgelegd. Meer in de zin zo van links is als je iets fout doet, weet je, eigenlijk is links van vroeger van bekend, zo van je doet iets fout, oké, is niet erg, weet je, we gaan nog een keer proberen. En rechts meestal is al van als je iets fout doet, weet je, dan krijg je meteen de klappen. Maar niet onze mannen, maar jouw mannen. En ik denk dat mensen eigenlijk dat willen zien. Want wat mensen altijd een gevoel hebben is eigenlijk van als wij iets fout doen, dan krijgen wij ook klappen direct. Weet je, bijvoorbeeld als iemand zijn belasting niet betaalt, weet je, dan komt meteen de deurwaarde dus en zo. En als je eigenlijk politiek doet, eigenlijk in principe, dan komt, weet je, dan is het altijd zo van je valt niet omlaag, je valt eigenlijk omhoog. En ik denk vroeger dat het in een linkerpartij het heel vaak voorkwam. En bij de rechterpartij eigenlijk niet. Maar dan werd het niet eens besproken. Ik denk dat daarom mensen eigenlijk een beetje naar rechts hangen. Vanwege dat zij horen van consequenties. Hier is de lijn. Als je hier verder gaat is het meteen afgelopen. Weet je? En eigenlijk de linkse partij ze wilt altijd met je onderhandelen, discussiëren. Eigenlijk, al heb je een negatieve beeld, dan gaan we toch met je gaan zitten en praten. Weet je? Terwijl de rechterpartij is eigenlijk van nee, ik wil niet, we zijn klaar ermee en we gaan gewoon verder. Nou, ik heb in Latijns-Amerika wel geleerd dat mensen bereid zijn om vrijheden en invloed op te geven als ze daarvoor economische zekerheid en ook een soort bestaanszekerheid terugkrijgen. Dat zag je, daarom was Chavez zo enorm populair in het begin in Venezuela. Dat was een soort van een caudillo, noem je dat in het Spaans. Ja. Een soort flamboyante figuur met sterk dictatoriale neigingen. Maar waanzinnig populair, omdat hij gewoon ook gaf wat hij beloofde. Dus, eten vooral aan mensen. Ja. En, maar zeiden de Romeinen niet al, geef het volk brood en spelen? Precies. Maar wat ik wel vind, waar ik aan moet denken als ik naar jouw verhaal luister, dan denk ik van ja, op rechts is het vaak, rechtse partijen zijn vaak daar zorgen de mensen beter voor elkaar. Kapitalistisch. En, nou ja, maar ook een soort van, kijk, als ik naar zo'n VVD-bijeenkomst kijk met borrelnootje, hoe heet dat? Borrel bitterballen borrels, heb ik ze weer niet meegenomen vandaag. Het is altijd een gezellige boel. En daar moet je op links, is dat dan nou als er nog een colaatje af kan? Dan is het, weet je, dat is echt een soort cultureel verschil waardoor. En ik merk het, ik heb het zelf met werk ook altijd gemerkt, dat als ik voor een rechtsblad, waar ik dan af en toe voor schrijf in de VS, als ik daarvoor op pad ga, nou alles is perfect geregeld. Tickets, kom anders nog een paar dagen bij ons op kantoor even je inwerken. En het wordt enorm goed voor je gezorgd. Terwijl, nou, dat hoef je hier in Nederland bij een linkse publicatie echt niet om te komen. Hoor. Ja, maar dat is dan toch kapitalistisch, want je krijgt economisch. Je wordt betaald voor alles. Ja, in maar ja, Vrij Nederland vormen. Is ook gewoon een kapitalistisch blad hoor. Die moeten ook bestaan van de advertenties en de abonnees. Ja, maar en hier in Nederland is geen één. Zijn de meetups van GroenLinks zijn altijd heel erg gezellig. Nou, dan ga ik daar binnenkort een keer. Je bent meer dan welkom. Maar het laatste. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel toch? Het is een heel oud verhaal. Dat op rechts is het nou gewoon ja, gezelliger. Linksverheffing ja, en sober, dan zat je daar bij de PvdA, zat je bij de jonge socialisten een beetje de paden op de lanen in te zingen. Dat schiet allemaal niet op. Maar snap je wat ik bedoel? Bij de rechtste, als je iets fout doet, dan val je niet omlaag, maar dan val je eigenlijk omhoog. Want die kunnen ze altijd. En als je bij links iets fout doet, weet je, dan lig je misschien meestal eruit of zo. Of is het altijd, zit je in een vage hoekje. Weet je?
Ja, dat weet ik niet. Ja. Kan jij misschien beter. Ja, ik zit even te kijken. Ik wil ook wel weten. Ja, vind ik een hele moeilijke vraag daarin. Ik bedoel, als we gaan kijken naar de VVD. De partij die al jarenlang de meeste schandalen heeft qua integriteit. Ik denk dat mensen die daar over de schreef gaan, dat die ook echt wel uit de partijen gezet worden. Wat me dan verbaast is het feit dat het continu weer zoveel VVD'ers zijn die denken dat ze toch iets kunnen doen. Maar ze hebben het wel gezellig, hè? Heb je gezien dansen? Ja, toen met Lilian Hovink, Rutte, dansen met... Ja, dat was natuurlijk echt belachelijk. Dat je naar een concert van Anouk gaat en dat je daar op een foto laat zetten van... Kijk, ons die hier is gezellig hebben. Terwijl er twee kinderen op de vlucht zijn. Dat is echt... Even me diep geraakt, hè, dat soort dingen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dat soort dingen doe... destijds bij de Blokker had ik er binnen een week uitgelegen. Ik ga even over naar nog de laatste vraag voor jullie allebei. En dan als jullie hem graag allebei op jullie eigen terrein willen beantwoorden. Dus ook op het journalistieke en Marco op het politieke. Ik begin bij ook omdat hij hier dichtstbij zit. En ik het makkelijkste klappen uit kan delen. Okke, heeft de journalistiek een bijna heilige plicht om weer aan waarheidsvinding te gaan doen? Nou ja, dat hadden ze altijd al. Ja, oké, maar ze zijn dat verloren. Dat vind ik veel te sterk gezegd. Want er wordt natuurlijk in Nederland toch ook nog wel een hele hoop hele goede journalistiek bedreven. Het is niet voor niks dat al die VVD'ers weg moeten. Want die worden uiteindelijk door journalisten toch wel gewoon onderuit gehaald. En, wat je ziet is dat een heleboel media waar wij mee opgegroeid zijn... dat die een beetje aan het afglijden zijn. Dus de Volkskrant is niet meer de linkse Volkskrant uit de jaren 80 en 90. Dat is een beetje een zuurig... Ik begrijp ook nooit zo goed wat ze willen met die krant. Dat geldt wel voor meer publicaties. Maar bijvoorbeeld het werk wat Follow the Money doet. Kim van Keten, bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten. Ja. Nou, daar wil ik geen ruzie mee krijgen, hoor. Ik ga niks fout doen als zij in de buurt zijn. Ze komen erachter en je ligt op straat. Dat is echt heel goed werk. En dat wordt niet of weinig gesubsidieerd. Ze hebben dat echt van de grond af opgebouwd. Ja, daar ben ik echt van onder de indruk. De Correspondent... ben ik een iets minder grote fan van. Maar ook, ik bedoel, er kan er verder niks kwaads over zeggen. Er wordt gewoon goede journalistiek bedreven. Ik had een beetje mijn bedenkingen wat er met One World aan het gebeuren was. Maar daar zie ik toch ook regelmatig dingen in staan waarvan ik denk, nou, dat is toch heel interessant. En dat hebben ze goed uitgezocht. Of dat was ik zelf nooit opgekomen om dat te gaan doen. Dan lees ik ook dingen die ik niet wist. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Dus er wordt echt wel, zelfs in de Telegraaf lees ik af en toe wel eens iets dat ik denk van nou, bedoel, ik heb lees jij de Telegraaf? Nou ja, ik heb het alsmaar over Wierd Duk gehad. Maar Saskia Belleman is een geweldige journalist. Die zat daar dus ook in Leeuwarden en die maakt geen lawaai en die loopt niet van camera naar camera. En die doet gewoon haar werk, die zit daar keihard te twitteren zodat iedereen het kan volgen die er niet is. Mm-hmm. En dat is echt een hele goede rechtbank, ik denk de beste van Nederland. Ja, absoluut. En ook van de Telegraaf misdaadverslaggever Mick van Wely. Ja. Volgens mij had hij op een gegeven moment ook wel eens heel wel klaar met de frappatsen van Duk. En dat hij hem ook begon terecht te wijzen. Dus ook bij de Telegraaf zijn er gewoon hele goede journalisten. Ja, dus er wordt wel... Ik denk dat het probleem zit niet bij de journalisten. Dat wordt heel vaak gedacht. Maar het probleem, de journalisten zijn het probleem niet. Het probleem in Nederland is, en ik denk eigenlijk overal wel... is dat de journalistiek enorm in de steek is gelaten door de uitgevers. En daarmee de hoofdredacteuren. Dus dat ze hebben allerlei dingen niet op het hele internet... hebben ze volkomen verkeerd ingeschat over wat dat zou betekenen. Ze zijn begonnen met al het nieuws dan maar gratis op het internet te zetten. Dat is natuurlijk een volkomen debiel idee dat je eerst een krant verkoopt... en het dan vervolgens maar gratis gaat weggeven. En gokt op advertenties die er eigenlijk al lang niet meer zijn. En ga maar door. Dat ze ook voortdurend achteraan lopen met allerlei nieuwe ontwikkelingen... in hoe je verhalen kunt vertellen. Ik bedoel, je ziet nauwelijks nog podcasts hier. De Telegraaf is er dan nu mee bezig, vrij intensief. Andere kranten eigenlijk bijna niet. Terwijl in het buitenland lopen kranten wel veel verder, zijn daar veel verder mee. Dus het zijn met name de uitgevers waar het probleem zit. Niet zozeer de journalisten. Dus
ik heb wel vertrouwen in de journalistiek, hoor. Dat komt wel prima. Weer goed. Ja. Dat komt wel goed. En ja. Dan gaan we over naar Marco. Vind je het ook een heilige plicht bijna van politici om het volk goed voor te lichten zonder propaganda en zonder leugens? Zonder propaganda, dat kan bijna niet. Want je nou moet... ja, zonder opportunisme, laat ik het zo zeggen. Ja, elke politicus zou de waarheid moeten vertellen. En ik denk dat, dat mensen intelligent genoeg zijn om door allerlei leugens en dat soort dingen heen te prikken. Echte onzinverhalen, dat wordt snel genoeg wordt dat opgeprikt. En ja, tuurlijk, een politicus moet de waarheid vertellen. Ook al is het een ongemakkelijke waarheid. Ik ben nou Al Gore trouwens aan het citeren, realiseer ik hem nu. doet het goed, hoor. Ja, dankjewel inderdaad. Een inconvenient truth. Ja. Maar nee, elke politicus zou inderdaad de waarheid moeten vertellen. En als je kan niet zeggen van nou, we gaan de OZB gaan we niet verlagen. Terwijl je in praktijk weet van die kunnen we helemaal niet verlagen. Want dan komen we niet aan ons inkomsten als gemeente. Je kan niet zeggen van ja, we gaan de buitenlanders gaan we eruit schoppen. Want dat lukt niet. We gaan de Koran verbieden. Het kan gewoon niet. Of we gaan de Koran verbranden. Dat zijn wel echt hele erge dingen die je dan zegt. Elke politicus heeft daarin voor zichzelf een heilig iets moet hij in zichzelf hebben. Om te zorgen dat het volk rechtvaardig en op waardige en eerlijke wijze voorgelicht wordt. En sommige mensen die hebben nou eenmaal een beeld waarbij ze vinden dat je op moet komen voor de zwakkeren. En die leven vanuit een wereld van vertrouwen. Dat zijn vaak linkse politici. En anderen die vinden dat iedereen het een beetje voor zichzelf moet uitzoeken. En die leven meer in de wereld van wantrouwen. En dat zijn helemaal vaak rechtse politici. Die dan zelf er ook nog wat aan verdienen meestal. Ja, nou ja, goed. Er zijn ook wel linkse politici natuurlijk. Die op een gegeven moment links lullen, rechts vullen. Ja. Dus ook wij zijn niet helemaal zonder zonde daarin. Hoeveel PvdA-politici hebben er wel geen commissariaten bij banken? Noem het maar op. Daarom. Dus zeker wat dat betreft is niet zo. Het is niet echt een strijd van links is allemaal goed en rechts is allemaal fout. Links en rechts hebben elkaar ook nodig in de volwassen democratie. Want je wil niet wonen, althans ik wil niet wonen in een samenleving waar rechts absoluut de overhand heeft. Maar ook niet waar links de absolute overhand heeft. Want dan ga je inderdaad naar die totalitaire samenlevingen. Maar waar je mee moet beginnen als politicus is naar eer en geweten vertellen wat er aan de hand is. Leugens vind ik moeilijk, want je kan namelijk niet altijd alles in alle openheid vertellen. Er is een zekere mate van dingen die je in vertrouwelijkheid moet beslissen. Ja, omdat ze te maken hebben logisch. Met staatsveiligheid of veiligheid van een gemeente. Waar je geen openheid van zaken over kan geven. Net als een journalist bronnen niet kan prijsgeven. Absoluut inderdaad, nee. Ja. Goed, we zijn bijna aan de tijd gekomen. Ik ga jullie nou in 1 minuut vragen om nog even hierop te antwoorden. Nu begin ik bij Marco. Marco, moet hij het verste weg zitten. Ja, kan ik het minste klap uitdelen. Marco, ga jij nog wat leuks doen in de toekomst? Staat er nog wat op het spel? Er komen verkiezingen aan in 2019 voor de Eerste Kamer. Ga je daarvoor runnen? Of? Ik ga niet voor de Eerste Kamer. Ik ben net begonnen in Lansingerland. En dat wil ik gewoon in ieder geval afmaken. En ik wil over 3 jaar wil ik gewoon weer verdubbelen. Wij waren percentueel gezien de grootste winnaar van de verkiezingen Lansingerland. En dat wil ik nu weer. En ik wil dan zorgen dat we voor het eerst in onze bestaan een wethouder afleveren in het college van Lansingerland. Dus dat is mijn doel voorlopig. Mooi. Oké. Okay. Ga ik iets bijzonders doen? Ja, dat ga ik eigenlijk wel. Ik ga volgende week beginnen met de eerste opnames voor. Ik heb besloten dat ik een nieuwe podcast ga beginnen. Oké. Okay. En want ik wil namelijk me de komende tijd gaan verdiepen in wat dan heet de migratieproblematiek en het vluchtelingenproblematiek en daarmee samenhangend extreem rechts. En daar verhalen vertellen die anders niet zoveel hoort en in Nederland en in de rest van Europa. Dus het moet bijvoorbeeld ook gaan over de situatie in Calais, daar gaat de eerste over. Een Belgische auteur die daar een boek over heeft geschreven. En, maar bijvoorbeeld ook de situatie hier in Nederland rondom het kinderpardon. En daar wat uitgebreidere verhalen over vertellen dan alleen maar het hap-snap verhaal wat je meestal in de kranten leest. En dat doet helemaal niemand, heb ik gemerkt. Dus dan dacht ik, ga je dat doen? Nou, leuk, we kijken ernaar uit. Ik kijk zeker naar uit, inderdaad, ja. Als het zo ver is, dan hoop ik het dan van je te horen. Dan zal ik het luidkeels overal bekend maken. Prima. Nou, jongens, het zit erop. Yes. Jullie bedankt voor het meedoen trouwens. Graag gedaan. Graag gedaan.
Nou, dit was de Joint Politics. Volgende week hebben we te gast Lil Denso. En ja, hij is al eerder te gast geweest bij de Joint Politics. Dus we gaan... Joint Politics, Joint Radio. Damn, ik zit nog steeds in het systeem. Chili, smack me. Stop lying. Ja, man. Volgende week dus Lil Denso bij de Joint Radio. Ik laat jullie achter met de nummer. Yeah, yeah.